Mensen, hartelijk welkom bij Among Us met de bankzitters Essie Boy en Chesto. Vandaag gaan wij een nieuwe Among Us video doen. En ik denk dat jullie inmiddels wel weten hoe het allemaal werkt. Als je dat niet weet, moet je even kijken naar de video op Matty zijn kanaal. Ik ga kijken nu of Milo... Of er een balkje bij komt als Milo het doet. Ja. Milo is het dus in ieder geval niet, want die helpt met het voltooien van die tasks. Tenzij het perfect timed. Dat hij weet dat... Kut, sorry, ik zit opgesloten nu. Tenzij hij perfect timed dat dat groene balkje vol loopt. En dat hij dan weet van, oké, nu kan ik weg gaan lopen. Dat is natuurlijk een ding. Een blauw duimpje top zijn. Vergeet niet op te abonneren als je dat nog niet hebt gedaan hier op dit kanaal. Ik hoop dat jullie dit leuk vinden. Het is een keertje iets totaal anders. Mark gaat me killen. Ja, 100%. Ik wist het. Mark gaat me killen. Die stond zo lekker lang te wachten. Kutzooi. Ah, het is die klote Mark. Ja, ik ben gevonden. En Rob is ook dood al. We gaan nu luisteren. Where? Ik heb geen idee. Buddy. Wat? Storage. Storage? Ik kom aanloop vanaf rechts, jullie hebben het gezien. Storage. Milo zou nu moeten weten dat het Mark is. Ja, als ik met Mark was, ik daar gewoon, zeg maar. Ik had pas één taak in O2 gedaan. Ja, ik heb hem nog gedaan, maar je was er wel heen gaan. Ja, ik was bij Electrical. Volgens mij heb ik Mark gezien. Heb ik Mark kwam daar aanlopen. Ik weet niet meer, ik was in Electrical toen Mark die kamer binnen. Hij kan Fout Mark! Ik zag jou in de Electrical komen, toen ben ik jou gewoon meegelopen. De enige die mij logisch lijkt, is Mark bij Storage, want die kwam electrical in. Het is dus Milo sowieso niet, want Milo zou niet dan Mark voor de bus gooien. Ik heb een heel naam gevoel bij Milootje, maar ja, toen jij ons tegenkwam. Ja. Ja, omdat je anders... Je zit er anders in. Navigation, klopt dat? Ja, ik kwam met het weapons en toen ging ik naar beneden. Wel zielig dat Roel zijn eigen video gelijk dood is. Milo van geen meter. Ja, mag je doen, maar volg mij dan doe ik een task. Maar ik vertrouw alleen die Mark niet verder. Ik heb geen idee. Mark. Fout Mark. Fout Mark. Fout Mark. Ik stem op Mark. Oh nee, ze gaan door. Oh, wat zonde. Wat zonde, wat zonde. Milo die had gelijk, die zat gewoon goed. En dat is het gekke, hij zag Mark weglopen van een plek waar ik gekilled ben. Dan moet je gewoon heel standvast zijn. En ik denk dat hij zijn punt niet genoeg erin heeft gedrukt. Doorheen heeft gedrukt, laat ik het zo zeggen. Daar is Mark. Wie gaat hij nu killen? Daar is Essie. Hij gaat Essie killen. Jongens. Heterdaadje. Luister, ik kijk op die security map totdat je de camera's kan zien. En ik zie Mark met zijn vuile kopje zo'n vent ingaan, ik zweer het je. Mark is het! Mark! Jij bent blinder dan ik zonder bril, man. Ik ruik hem hier. Ik zat wiring te doen met navigations en Marco van achter me aangelopen. Ik was weg aan het rennen. Security cam? Ja, maat, ik liep net ook met Milo mee. Ik kan naar security cam kijken en ik zie Mark letterlijk zo'n vent induiken. Ik zweer het je. Mark had mij niet kunnen zien. Nee, ik denk het wel. Maar luister, als ik in de eerste ronde iemand noem, is het diegene gewoon. Ja, oké, je gaat het zo merken. Ja, Mark, je bent het gewoon. Succes! Het is ook Mark. All around me are Oké, Milo staat hier alleen. Ik denk dus niet dat hij het is. Wie is er allemaal dood? Mark is dus dood. Hier is Koen. Onze Rob. Milo. Het zuurstof is uit en niemand doet dat. Wat de fuck doen jullie? Waarom doen jullie niet... What the fuck? Epic! Ik heb die ene auto gedaan. Ik ren, ik kom niemand. Ja. Ik was onderweg, maar ik was in de security. Goed gedaan. Crewmate, weer, wederom. Jammer, ik wil wel een keertje imposter zijn. Wie ga ik vertrouwen? Essie is het. Ik heb het gevoel bij Essie. Het is Essie. Oké. Essie die stond daarboven en die had niks gedaan. Ik moet nu proberen een soort van Essie te vinden, maar niet zelf dood te gaan. Bij Shield zijn er nu 3. Bij Storage staan er nu 2. Dus dat betekent dat er... Ik vind Essie verdacht, want hij staat daar weer. Er gebeurt niks. Ik ga Essie stemmen. Mensen, ik heb Essie 2 dingen zien voltooien. En er is geen één keer bij die 2 dingen is er iets bijgekomen. Nee, ik stond in de admin en die een van die admin was wiring. Daar moet je er 3 van hebben. Ja. En die andere stond ik op het bord te kijken.
Zijn jullie nu in de admin? Maar bij de cafetaria liep je... Nee, nu niet meer. Bij de cafetaria liep je als eerst naar boven. Dan stond je ook even stil. En toen gebeurde er ook niks. Ikke? Nee, Essie. Oké, maar als Essie tweeën moet zijn, had Essie me daar moeten killen. Want ik stond met Essie in navigation en daar stonden we met z'n tweeën. Ik zag Koen en Ties op een gegeven moment tegelijk rechts onder mijn shield. Heel even. Ties? Ties? Ties game. Omgids, Ties. Ik ben dit verdacht. Ik stem weer op Mark. Wat? Nee, maar... Je hebt niks. Maar er is nog niemand dood. Cafeteria en admin, hebben we allebei van die dingen waar je nog een andere reden voor moet doen. Ik heb bijna allemaal tasks al. We gaan nu een keertje tasks winnen. Ja, laten we ook tasks winnen. Ik vind het ook prima. Maar pas op, want Essie die had er nog niks gedaan qua task erbij, dat ik heb gezien. Nee, maar ik skip mijn focus, okay. Er is nog niemand dood. Nee, dat is goed. Ja, prima. Het was ook enkel een mededeling. Ik wil even één ding zeggen, en dat is dat ik denk dat Mark het niet is. Ik denk dat Mark het is. Oké. Okay. Koen ook weer. Toch een mooie stem. Koen ook weer op Mark stemmen. Oké. Okay. Kijk, je hebt die emergency dingen, die mag je best gebruiken. Ik zie, hij staat hier weer stil en hij doet weer niks. En dit duurt lang ook. Dus hij staat erbij stil, die Essie. Hij doet niks en hij loopt weer door. Oké. Okay. Okay. Robby. Robby. Wie was er links? Wie was er links? Nee, wacht. Luister, was Robby. Ja, ik was bij Mark bij security. Echt 10 seconden geleden. Ik ben die task aan het doen en nu is hij dood. Ja, luister. Ik loop via cafetaria richting Upper Engine. Ja. Mark ligt daar dood voor Medbay. En Rob loopt in cafetaria. Ik was in cafetaria, ik was download data. Ja. Ja, Rob. Mag ik ook nog wat zeggen? Ja, jij deed het ook, hè, Rob. Ik voel het gewoon. Nee. Ik liep weer achter Essie aan, die stond weer stil om om tasken te voltooien en liep weer weg en weer komt er niks bij. En die tas duurde ook veel langer. Ik was nog die tank aan het vullen. Ik was letterlijk niet de tank. Die tank vullen duurt heel lang, je moet op allemaal... Ik moest kan ook zomaar roepen. Ja, ik ben Roel ook verdacht hoor. Want Roel doet zelf dan ook niks, hè? Nee, doet ook niks. Wel, ik doe wel. Ik heb net die... Ik moest ook naar die... Wij stemmen nu Rob en daarna... Ja, prima. Kom. Op Rob stemmen, volg mij dan. Hey, doei Rob. Okay. Ik moet bij die upper engine nog die daaronder doen. Ja. Dit is eng. Nee, waar is jij? Maar Roel kan... Wie heeft body gezien? Waar heb je gevonden, Chester? Ik heb hem... hoe heet dit hier zo? Even kijken hoor. Ik moet even die map openen. Tussen shields en navigation. Oké, dan kan Roel deze niet gekilled hebben. Ik kom via storage aanlopen. En Matt, ik kom zeg maar via storage, shields in, dat is het... Laten we op Essie stemmen. Ja, ik stem ook Essie. Ja, Essie, wacht even. Of de chef zelf weer, hè? Nee, maar luister, ik wil voor mij. Essie, waar was jij? Kwam Essie. Nee, luister, Essie, waar was jij? Wat? Waar praat Essie niet? Ja, waar was jij? Ik was bij met dat schieten, navigations daar, die wiring. Oké, luister, Milo en Roel. Ja. Ja, of een van ons is het nog, maar dan vanuit gaat dat er nog eentje uit is. Moet het Chester zijn of Essie? Ja. Maar ik heb op Essie gestemd, maar ik verdenk dat hele potje Essie. Okay. En nu past het weer precies. Ik ga met je mee. Ja, het past elke keer precies. Ik doe ook mee. Elk dood ding al aangegeven, dan is het Chester. Ja, en als dit was de eerste lijk die ik... Nee, die vorige ook. Nee, maar als het niet Chester is... Chester, wij waren met z'n drieën daar. Als het Chester en Essie zijn, waarom zou Chester iets... aangeven als de enige... Misschien heeft hij dat Rob erin geluid, was het niet Rob en zijn jullie het samen? Ja, dat zou kunnen. Rob was het 100%. Maar dan hebben we nu verloren. Dan hebben we in principe nu verloren, als het is. Nou, Koen, daar gaan we. Wow, daar gaan we, nee! Oh, wat erg. Nou, doei. Oké, nou, in ieder geval Essie eruit, daar ben ik in ieder geval heel blij mee. Oké, er zit dus nog iemand in. Oké, oxygen. Laten we meelopen dan. Waar is Milo? Oxygen moeten we doen. Dit is oxygen. O2. Koen doet dat.
Ik denk dat het Chesto is dus. Ik was onderweg naar emergency, maar Koen was me voor. Ja. Puur omdat ik Milo dood zie liggen en Milo en Raoul liepen de hele tijd samen. En ik was in security, ik kom uit security. Ik dacht, wat zeg jij Koen? Als ik nu niet druk, dan zijn we de Sjaak. Maar er is er nog maar één, dus één iemand is veilig. Ja. Luister Koen, ik kom uit security. Moet het Chesto zijn. Het is Chesto, Koen oprecht. Raoul, jij loopt met Milo samen? Ja? 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 En waar is hij gekilled? Ik sta nu bij... Ik sta bij Electrical. Roel is bij ons, Chesto. Roel is bij ons. Helemaal niet. Chesto, luister. Chesto, jij hebt er rechts één gekilled en ik was met Roel links net. Of er was ik iemand... Ik was ook links. Ik was in security beelden aan het kijken, man. Oh, het kan natuurlijk ook... ik heb al gestemd. Ik ben een lul, denk ik. Wacht, Chesto. Ik sta zullen in wij Koen stemmen? Ja. Okay. Chesto. Nee, ik ben het niet. Ik ben het niet. Gast. Hoeveel ja, maar ik, ik weet het niet, maar ik heb liever dat Chesto wint dan Koen. Ik kom uit security, ik kijk security. Ik heb niks op die beelden gezien, dat zeg ik heel eerlijk. Ik zag niemand op die beelden, ja? Ik kom eruit lopen, Milo ligt daar dood. Buiten security, terwijl... Ja, maar luister, dan moet of jij of Essie hem nog gekilled hebben. Essie is dood, Essie is al lang dood. Het is Koen. Nee, Essie is Koen. Het is zeker Roel, het is zeker Roel, je stemt altijd op mij. Het is zeker Roel. Godverdomme! Ik ben het niet, dan is het Chesto. Roel, waarom ben je zo slecht? Roel, ik kan hier geen plus waarom? Roel, Chesto eerder! Hij is zo obvious, elke keer. Lekker Roel, Essie! Oh my god, jongen. Jongen, ik weet mij veel gewoon. Ik wil. Jullie vanaf Gozer. Moment 1 al in Chesto trappen. Roel is echt de allerslechtste speler ooit. Oké, volgende potje. Ik ben weer een crewmate. Ik ga kijken waar allemaal mensen zijn. 2, 2, 1, 1, 1, 1. Bij security is er ineens iemand. Bij security is er ineens iemand van electrical naar security. Het is sowieso niet, niet, het is niet Milo. Wie stond er? Waar is die body gevonden? Waarom beginnen we daar nu? Waarom beginnen wij nooit? Waarom kunnen we nooit beginnen met ik heb de body gevonden? Ja, wie heeft de body gevonden? Ik. Waar stond jij? Ik ben Electrical, en er stond iemand met mij daar ook. Ik kwam net aanrennen. Wie stond er bij security? Ik was bij security. Ben je bij security? Dan is het 100%, dan is het 100% Matty. Want ik zag twee mensen bij Electrical gaan, en toen zag ik één iemand van Electrical ineens naar security teleporteren. Via die shaft, want die shaft zit bij Electrical naar security. Ik kan toch gewoon die kamer uitlopen en dan iemand anders toevallig erin? Nee, dat is want Rob liep via Lower Engine naar Electrical. Rob, jij liep via links naar Electrical, toch? Nee, helemaal niet. Wie staat er bij Lower Engine dan? Ja, ik kwam nu Electrical inlopen. Ik kwam als helemaal met Mark samen nog met helemaal omgelopen. Maar Rob, lag die body echt in Electrical? Ja? Waarom heb je niet het licht gefixt dan? Ik loop toch daar voorbij en dan zie je toch... In je kleine ding, ik liep door, ik dacht dat hij erachter zat. Maar ik zie letterlijk iemand van Electrical naar security gaan, dus als je toch die achterste dingetjes en hij lag precies voor dat dingetje, maar dat lichtfix is volgens mij eentje eerder. Maar er ging iemand weg uit Electrical. Ja, van Electrical waren er twee poppetjes, ging er eentje naar security toe. In één keer. Wie ging naar security? Nou, er stonden mensen bij MacBay en er stonden mensen bij Electrical. Ik vind het eng om te zeggen, maar... Ik heb er niks mee te maken. Yeah. Genoeg. We stemmen zeker op Ties. Ik zou op Mats stemmen. Bro, ik was een auto. Weet je wat, ik heb op rechts zoiets van ik skip liever, want ik heb geen idee. Ja. Maar wat doen jullie? Ik heb op Mats gestemd. Dat is zeker niet, Marcus. Rol, durf je met mij een donker kamertje te volgen of durf je misschien... Ja, is goed. Dan zien de kijkers namelijk dat jij het bent. Ik ga niet naar de lichten. Ons Rob. Zo doen we dat. Ons Rob, die loopt nu naar mij toe. En ik word nu gekild door Rob. Ja, dankjewel Rob. Ah, kutzooi. Oh mijn god, Chesto. Loop erin. Chesto, loop erin. Ja, vind Robby. Ja, pak Robby. Heterdaadje. Ja, kom maar. Kom op. Luister jongens. Robby, ja. Luister. Nee, laat maar uitpraten. Eentje naar de Engine. Nee, zeker niet. Ik loop uit Electrical via Lower Engine naar security om security beelden te kijken. Rob komt uit security. Ik kwam niet eens uit security, man. Luister, je loopt richting Lower Engine en er ligt een dood lichaam in security.
Ja, letterlijk waar jij vandaan komt, bro. Ja, jongens, nee. Geloof me echt. Ik zweer het je alles. Jij doet dit echt. Ik weet zeker dat Chesto het niet is, want ik was met Chesto samen die lights aan het fixen. Ja, even over die lights, hè. Ik wacht de bus even. Zo, Chesto wordt agressief. Nee, maar jullie zijn met z'n tweeën bij die lights echt 10 seconden. Zullen jullie elkaars knopjes waarschijnlijk aan te shorren even 10 seconden. Ja, natuurlijk. Stem nou gewoon op Rob. 100% Rob, jongens. Geloof me echt. Als je me niet gelooft, stel mij er maar uit. Heet inderdaad je Rob. Ik kan niet anders. Stem Rob. Dan lopen we zo met Chesto mee. Hey, waar heb jij mee mee? Kom bij mij mee. Kijk dat ik een task doe en dan zie je het balken omhoog gaan. Eens. Had ik toch gelijk over die lichten. Rob, stem ook op jezelf. Kan dat? Dat heb ik net zo gedaan. Hou door, Rob. Oké, ik ben heel erg benieuwd wie nu de andere is. We moeten in ieder geval task voltooien om te winnen. Die draadjes. Die lights worden hier gefixt. Het is... Oh mijn god, het is ook Mattie. Het is ook Mattie. Het is die Mattie ook. Het is die Mattie ook gewoon. Oi, 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 het is wie die Mattie. Luister, jongens. Ligt hier in electrical? Ik ging die lamp fixen en daar lag... Milo, je hebt jezelf niet gehoord. Nee, weet je waarom ik denk dat het Milo niet is? Nou. Ik kan het niet zeggen, Mark heeft mij toch die ding zien? Nee. Kijk, de reden dat ik denk dat het Milo niet is, ik was net in cafeteria en ik Mattie is gewoon rechts, stil. Via die rechtsboven Mattie laat iedereen gewoon de dingen voor doen. Milo kon er niet uit met die deur zat dicht. Dus Luister. Iemand probeerde Milo daar te pakken. Dus of Ties of Matt. Nee, maar verklaar dit. Ik loop in met B. Maar jij zit echt een typisch van. Luister, boys. Links in met B. Ik denk niet dat jij bent, Matt. Ik loop met Milo met B in, ja? De lichten gaan uit in map B. Ja? Ik zie Milo niet langs me lopen. Hij is 100% die fan daarin gegaan. Hè? En daar is er bij Electrical uitgekomen. Als ik loop zo mee! Wat loop jij nou? Ja, oké. Okay. Mark, jij weet dat ik het niet ben. Jij hebt mij die match scan. Ik weet niet dat jij het niet bent. Ik weet dat ik het niet ben. Dan scannen wij nu alle scammers. Zijn we allebei op Chesto? Ja. Nee, loop met mij mee. Loop met mij. Niemand verdenkt ook. Niemand verdenkt ook Mattie. Niemand verdenkt Mattie. Eruit gevallen. Waar jij dat ik van met B omloop naar Electrical en jij in Electrical staat met een dead body. Ik loop met jou mee, man. Ik loop achter je aan. Ik wil je best geloven, maar zo lulde je net de hele pot. Ja, maar dat is het probleem. Ik heb nu gewoon 100% gelijk. Ciao, Chesto. Hey, het was leuk, man. Het is die mat. Het is die vuile mat. Ze moeten gewoon nu op die emergency knop drukken en stemmen weer. Dan is het klaar. Maar dat kan niet als die Mattie straks iets af laat gaan. Kijk, Mattie hoeft maar één iemand te killen. Ik weet niet waar Mattie nu is. Als Mattie één iemand killt, dan heeft hij gewonnen. Mattie staat hier gewoon bij die lichten. Oké, wij moeten dus zorgen gewoon dat wij zoveel mogelijk dingen doen, dan winnen wij. Weapons, clear asteroids. Gaan we dat eens eventjes doen. Ja, defeat. Ja, Mattie heeft iemand gekillt. Nee! Mark, je kan die emergency knop niet wegdoen. Dat moet je echt licht opzetten. Ik was Mark aan het zijn. Van Mark, kom in mijn meelopen. Als we samen lopen. Nee, kan niet. Nee, hoezo? Ik hoef maar één te killen. Dan is het klaar. Je kan niet gewoon gelijk in iemand. Je hebt gelijk gewonnen. Ik kan niet. Je moet 20 seconden wachten. Je kan toch gewoon 20 seconden achter Mark aanlopen? Nee, ik dacht, ik ga voor dat licht cappen. Want ze moeten het licht uitdoen voor de emergency meeting. Oké, okay. Ik en Koen zijn het. Ik ga ze eerst die Mattie killen. Haha, oké. Gelijk Mattie gekilled. Dat is helemaal prima. Daar gaat onze Rob zo ook. Ik moet niet daarheen, want daar kunnen mensen vandaan komen. Als ze mij dan zien, dan ben ik de lul. Ik ga wel gewoon in hun vent zitten. Ha! Gay! Waar is het lijk gevonden? Alright. Zo, Jezus! Milo is Oké, dan zijn het Roel en Koen. Mark en Chess, we hebben elkaar toch challenge-tasks zien doen. Wacht. Wie heeft het? Nee, niet zo makkelijk. Dit kan niet anders. Ik, Mark en Milo lopen al bij elkaar tasks te doen in fucking Navigation. En opeens zijn er 3 mensen dood. En de enige 2 die niet bij elkaar waren bij ons, zijn Roel en Koen. Dus dikke lul, dat kan niet anders. Koen zegt ook niks, hij weet het. Okay, maar laten we dit nou doen. Doe maar eerst Koen en dan doen we een kleine emergency meeting en dan Roel eruit. Ja. Koen, mute jezelf. Oh, was gemute. Ja, heeft toch geen zin meer.
Ik stem op Mark. Die wat een mis. Koen heeft het zo hard verneukt. Nee, niet. Nee. Nee! Bam! Fuck yes! Hoezo hebben jullie geen... Ja, jullie gaan ook met z'n allen. Yes! Kom op, lekker! Ik wou zeggen, je kunt iedereen blijven killen. Hoe werkt dat? Je hebt maar... Nee, want als je dead body vindt, dan komt er automatisch iets. Als jullie met elkaar hadden, alleen van die gewonnen. Ja, klopt. Eerst dan wacht niet mee, zo. Yes! Yes! Ja, Koen, jij hebt ook report, jongen. Waarom? Ik dacht, ik blijf bij die... Dat is van alle donsjes. Mensen, jij bent bedankt voor het kijken. Een blauw duimpje zou top zijn. Vergeet niet om te abonneren. Oh, mijn lord.